Minister Clarence Rambarat van Landbouw en Visserij van Trinidad en Tobago heeft nogmaals zijn bezorgdheid geuit over de stijgende smokkel van wilde dieren uit Suriname en Guyana. Aanleiding voor zijn bezorgdheid was de levering van een jonge Jaguar bij de poort van de Emperor Velizo. Ofschoon het niet ongebruikelijk is dat mensen contact opnemen met de dierentuin om een dier af te staan dat ze niet langer willen of kunnen verzorgen, buiten de levering van een jonge Jaguar in een beschermende kist de Trinidadiaanse autoriteiten zorgen.